Hey mensen, Mark hier en welkom bij weer een nieuwe video. Eentje die ik besloot te doen omdat ik het op Twitter zag en ik dacht: van eigenlijk wel een leuk idee. Ik loon natuurlijk graag een hele berg over voetbal. Ik doe graag voorspellingen. Soms zijn ze iets beter dan de andere keren. En daarom dacht ik nu: kijken, hoe slecht of hoe goed was mijn Premier League 2021-22 voorspelling? Laat ook zeker in de comments achter of jullie veel goed hadden voor dit zoon, als je natuurlijk voorspeld had. En een duimpje maar op deze video zou heel erg gewaardeerd worden als je vaker non-FIFA shit wilt zien. Laat dan zeker iets achter in de comments. Uh, ik zeg dat bewust omdat ik dit idee puur zag via Twitter. En toen dacht ik: hé, hey, dat is eigenlijk wel een goed idee. Dus meer van dit soort ideeën zijn eigenlijk wel welkom. Uh, ik wil jullie niet te lang laten wachten, vooral omdat ik niet al te graag naar mijn eigen video's terugkijk. Maar uh, ik heb de eindstand gewoon even bij me op mijn telefoon, natuurlijk. En mijn voorspelling hierbij: en ik wil deze video niet te lang maken. Want ik, ik kan heel lang praten over voetbal als het nodig is. Dus ik ga gelijk kijken wie ik had op 20. En dit zou. Dit, dit, dit is gratis dit was gratis Norwich op P20 was denk ik gewoon de meest open deur van het seizoen die waren gewoon zo mogen slecht like, sorry maar ik denk dat Norwich heeft vijf keer gewonnen dit seizoen als jij een van de teams bent die verloren heeft van Norwich dan moet je je gewoon schamen dat dat, dat is gewoon zo nou de gekke is uh, als we een beetje verder kijken ik had op 19 en de, de, nou dat werd me nogal kwalijk van om achteraf te zien. Ik had op 19 Brentford. En Brentford speelde natuurlijk op de openingsdag tegen Arsenal. Ze wonnen van Arsenal. En ik durf te zeggen dat van de 100 comments die deze video heeft... Zijn er minstens 25 na de eerste speeldag geplaatst toen Arsenal verloor van Brentford. Wat volledig terecht was. Ik zag die niet aankomen. Maar Brentford had ik op 19... Ja, ik denk vooraf was dat niet de gekste shout. Maar die eindigde uiteindelijk op P13. En dat is best wel respectabel, you know? Het heeft natuurlijk enorm geholpen dat ze in de winter uh, Christian Eriksen erbij kregen. Die was ongelooflijk. Die, die was echt. Die was genieten om te zien spelen. Dat was, zo, dat was zo. Het was gewoon puur voetballerij. Het is niet meer, het is niet minder. Het was gewoon, het is gewoon goed voetballen. Dan op 18 Watford. En ik moet zeggen, deze had ik bijna goed. Watford eindigde op 19. Dus het was niet de gekste shout. Watford won ook maar zes keer dit seizoen. Het was echt dramatisch. En ik had het zo noemde voordeel. Ik weet nog, 2021 had ik ze op 12. Want ze hadden daarvoor best redelijk meegedraaid in de middenmoot. Maar de, dat ging al drama. En nu ook inderdaad terecht gedegradeerd. Ze switchen constant van coaches. En dat is gewoon niet goed. Dat gaat op een gegeven moment fout. Spelers kunnen niet wennen aan de stijl. Coaches krijgen geen kans om bepaalde resultaat om te draaien. En de spelers hebben toch zoiets van: Joh, als het fout gaat, kunnen we toch weer een nieuw iemand krijgen. Dus. Terecht dat die degraderen. En als we dan al verder kijken. Dan ben ik wel benieuwd wat ik. P17 en 16 gelijk had. 17 had ik Brighton. En 16 Burnley. Terwijl uiteindelijk was het. 17 was uiteindelijk Leeds. En 16 was Everton. Brighton eindigt uiteindelijk op P9. Wat crimineel is. En Burnley is uiteindelijk gedegradeerd via P18. Nou, het ding is, dus, Burnley is niet de gekste shout. Burnley speelde altijd al een beetje Brexit-voetbal. En het moest een keer gebeuren. Uh, dat het dit seizoen gebeurde verbaasde, denk ik, heel wat mensen. Maar niemand vindt het erg. Brighton is het meeste. Maar het ding met Brighton, want heel veel mensen zullen beamen, is. Dus hun probleem was vooral, als je dat heel erg kijkt. Ze hadden echt heel hoge expected goals. creëerden heel veel. Maar ze konden niet scoren om hun leven te redden. En dat is dit seizoen veel beter geweest. Uh, je hebt die... Uh, ik, och, de namen zijn heel moeilijk sommigen. Een Vego, die middenvelder, was vrij goed. Uh, Bissouma, Minis, zo'n criminele ding. Uh, uitstekende speler natuurlijk. Cucurella was top. Uh, sowieso, gewoon dat hele collectief. Het hele team werkte op zich vorig seizoen ook al wel. Alleen het ding was, die bal ging er niet in. En nu gaat hij er wat vaker in. En dan zie je ook gelijk wat Graham Potter kan doen. Ik, ik, we gaan zien, we gaan zien hè, hoe Ten Hag het bij United doet. Maar ik... Ik, ik ben benieuwd of tijd ons zal leren dat Potter misschien een betere keuze was. Niet alleen omdat hij Potter heet. Maar dat is dus, ja, dat ik de dus fout. Dan ben ik benieuwd wat ik op 15 en 14 had. 15 had ik Southampton. En 14 had ik Palace. Nou, 15 had ik goed. Southampton is 15e geëindigd. Uh, en 14e had ik dus uh, Palace. Palace is uiteindelijk 12e geworden. Wat respectabel is. VRA uh, als coach hij heeft het goed gedaan. Je you weet, know, Palace heeft niet het allerbeste materiaal. Verre van. Ja, echt, echt verre van. Maar ze hebben een paar goede talenten. Er natuurlijk Way was nieuw. Relatief nieuw. Uh, Gallagher was geweldig. Jammer dat hij niet permanent kan blijven. Maar ja, dat is wat het is. Weet je. Dat heb je gewoon als clubspelers zijn. Die je kan als voorspelers huren. Maar niet echt vaak houden. Uh, en ook in de avond. You know, Olysee was heel prima. Uh, die andere guy. Yeah, easy. Of enfin, nu die fit was. Uitstekende speler. Like, sp hun spitsen zoals Mateta. En um, Ayu. Uh, Jordan Ayu. Niet heel best. Maar ja, ja, als gasten zoals Saha, Olysei, Gueye je hebt. Eh, gewoon, het hele team was redelijk aardig. En natuurlijk mag ook gezegd worden: Gaita is een uitstekende keeper. Uh, en Southampton, ja inderdaad. Kijk, die, die kunnen af en toe leuk voetballen. Er zit echt wel wat in. Een Prowse is geweldig met dode spelsituaties. Maar zoveel aan dat team is pure middelmaat. Dat die haasten nu tot doet een geweldige job door ze op P15 te houden. Als ik ze had gezet, had ik het niet eens heel gek gevonden van mezelf. Ik deed het niet, maar ik had het kunnen doen. Dan ben ik benieuwd wat ik voor P13 en 12 had. P13 had ik Newcastle. En P12 had ik Leeds. Ik krijg zo meteen een ad op mijn eigen video terugkijken. Dat vind ik heel uh, P13 had ik Newcastle. Dat was dus in het echt Brentford. Uh, en P12 had ik Leeds. En Leeds eindigde uiteindelijk 17e. Ik bedoel, het ding is. Ik denk dat heel veel mensen meer hadden verwacht van Leeds. Op basis van dat seizoen met Bielsa. Maar het ding is. Ze hebben een paar spelers laten gaan gedurende het seizoen. En ze haalden bijna niks bij. En het ding met die speelstijl van Bielsa. Zo entertaining als het kan zijn, het is gigantisch slopend. Op een gegeven moment stort dat team gewoon in. Dat is, dat is zo. Dat gebeurt in de championship ook, deels. Dus dan krijg je op een gegeven moment. Ik dacht daarom ook van, nou, ja, twaalfde is misschien nog wel redelijk. Weet je, een paar spelers bijgehaald. Nog hier en daar in de vorm van Rodrigo en een klein aantal anderen. Maar P17 was uiteindelijk gewoon Jesse Mars heeft het nog degelijk gedaan door ze te redden. Want eerlijk gezegd eerlijk, ze zagen er niet uit alsof ze het recht hadden om het overleven. Maar Newcastle had ik dus 13... De, sorry, Newcastle had ik op 13. Newcastle werd 11. En dat is op zich, vind ik nog best een goede voorspelling van mij geweest. Achteraf gezien. Uh, gezien wat die hebben doorgemaakt dit seizoen. You know, Benite is natuurlijk weg. Uh, ik geloof rond de kerst hadden ze. Nou, zit, stonden ze, ze stonden niet stijf onderaan. Maar ze stonden wel bottom free. En het was gewoon slecht. Het was echt slecht. Tot het punt dat daadwerkelijk vrijwel iedereen de joke maakte. Newcastle degradeert. Nou, de takeover gebeurde. Eddie Howe werd gehaald. En vervolgens. Hebben ze een uitstekend seizoen gedaan. Ik geloof op basis van het tweede seizoen zelf. Zijn ze ook top 6. You know, dat soort ranglijsten betekenen niks. Maar het, het is wel een teken van hoe goed zij het hebben gedaan. Sinds het geld toegegeven. Maar sinds Eddie Howe, Bruno Guimarães, Uitstekende aankoop natuurlijk. Uh, Kieran Trippier, Geweldig. Kijk, als, als ze zo doorgaan. Ben ik heel benieuwd. Want you know, het is natuurlijk geen geven in het voetbal. Dan mijn P10 en P9. Mijn, sorry, mijn P11 en P10. Uh, P11 had ik West Ham. En P10 had ik Wolves. P11 is dus uiteindelijk Newcastle geworden. Dus ja, die heb ik fout. Want West Ham werd uiteindelijk zevende. Uh, en Wolves werd tiende. Dus die had ik ook goed. Uh, wat een redelijk, Wolves was een redelijk makkelijk te doen voorspelling. Ik denk dat ze wel geen Adama ook meer. En toegeven, Adama had nooit een eindproduct. Dat heeft hij nooit gehad. Maar je nou know, wel gewoon een belangrijk onderdeel van hun manier van doen. Zot dan natuurlijk al permanent weg. Hij had José wel gehaald. José Sá was een uitstekende keeper dit seizoen. Maar gewoon het collectief Wolves was niet best. Uh, hoe heet dat nou? Die, die André Silva. Nee, niet André Silva. Fabien Silva, heet die geloof ik. Dat, dat jonge spitsje die ze hadden gehaald van Porto was vreselijk slecht. Uh, gewoon de hele aanval die vorig seizoen en vorig seizoen wat vaker liet zien. Was het nu niet. Ik had West Ham 11, die werden dus zevende. Ik ging ervan uit. Uh, en uh, ik denk niet dat dat op basis van zijn cv de gekste shout is. Ik had niet gedacht. Dat ze nog zo'n goed seizoen konden hebben met Moyes. Ik, ik weet dat Moyes een heel goede coach is. Maar het ja, is natuurlijk altijd maar af, uh, afwachten. Maar ze deden het. Ja, ze deden het, uh, West Ham. Uitstekend seizoen gedraaid. Uiteindelijk pech dat ze niks. Nou ja, dat ze niet Europa hebben gewonnen. Uh, en dus niet P6 zijn geëindigd in de league. Want nu spelen ze Conference League. Maar het is Europees en dat is dus prima. Dan een momentje om te lachen om mij. Uh, ik had P9 Everton. En P8 had ik Aston Villa. Voor context. Uh, Everton eindigde 16e. Villa eindigde veertiende. Dus, weet je, op basis van vorig seizoen was dat op veel dingen gebouwd, die voorspelling. Everton eindigde vorig seizoen geloof ik 10 tiende. Hadden Ancelotti als coach. En toegeven, die peerden hem. Geloof ik net voor de deadline window. Maar het ding is, Everton zat niet eens opeens zonder Ancelotti. Ze hadden opeens ook geen Games Rodriguez meer. Um, en alles wat er was, stortte gewoon in. Dus, ja, speltip 1, reken nooit op Everton. Nee, sorry, tip 1 is dus gok nooit op Arsenal. Speeltip 2, uh, gok nooit op Everton. Uh, Ever Villa op 8, eindigt de 14e. Ik bedoel, ook dat is een geval van vorig seizoen. Uitstekend collectief. Uh, misschien wat naïef van mij, want natuurlijk Grealish, hem. Uh, maar ik had toch wel iets meer verwacht van Villa. You know, ze hadden Buendia bijgehaald. Uh, ze, hebben, ze, hadden, ze hebben meer gekocht. Ik weet dat ze een grealish gehad hebben herbesteed. Uh, ze hebben ook voor komend seizoen alweer camera gehaald van Marseille. Voor, you know, gratis. Met een gigantisch salaris. Dus... Ik, ik ben benieuwd. Ik, ik weet het niet meer met Villa voor komend seizoen. Dan... P7 en P6 in mijn lijst. Uh, ik had Arsenal P7. Arsenal eindigt de vijfde. Uh, ik... Kijk, mensen noemen mij vaak overdreven negatief, overdreven negatief. Maar het is wel ergens op gebaseerd <laughs> met deze club, weet je wel. En het bevestigt ook dat heel veel fans, ook al hadden we graag P4 gehaald, uh, en gezien de omstandigheden was het misschien mogelijk, uiteindelijk... Um, ik denk niet dat een meerderheid ervan uitging. Dus ja, ik had ze P7. Um, laten we gelijk doorgaan dan. P6 had, ik P6 had ik Spurs en 5 had ik Leicester. No, shame on me. Uh, Spurs werd vierde uh, Leicester werd 8 uiteindelijk. We hebben nog een semi-soort turnaround gehad. Leicester dit seizoen liet zien dat, naast dat het gewoon geen bijzonder goede club is, uh, of geen extreem goede club, laten we het zo zeggen, um, het is vooral dat Fardy zijn leeftijd begint hem bij te halen. Bij te houden. En dat is niet heel best voor Leicester. Like, ze hebben nog steeds heel, heel veel goede voetballers, indien iedereen fit is. Maar dat gat dat Vardy gaat achterlaten, ik ben benieuwd of ze dat gaan vullen. En Spurs zesde. Kijk, het ding is, ik denk dat Spurs fans achteraf gezien dat deels met me eens zijn. Die begonnen het seizoen met, uh, met Nuno, Men Nuno Mendes? Nee, niet Nuno Mendes, dat is die linksback. Uh, Nuno Espirante Santos, zo heet die. Um, ze begonnen het seizoen met hem. En ik denk dat heel veel mensen achteraf gezien geen echt vertrouwen in hem hadden. Hij won de eerste manager of the Man, en vervolgens ging het bergafwaarts. Um, ja, het, 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 het was daarop gebaseerd. Fair play. Ik bedoel, kijk, wat, wat volgt van mij is nog stommer. Kijk, ik had op P4, en die gaan we zo zien. Uh, pak ik gelijk de hele top drie erbij. Op P4 had ik Liverpool. Shame on me. Ik denk dat de reden dat ik dacht dat Liverpool uh, vierde zou eindigen... is Chelsea had net de Champions League gewonnen. Uh, en Lukaku erbij gehaald... Die hele verdediging stond als solide. Ik dacht, dit kan niet zo slecht zijn als dat het een deel van dit seizoen is. Maar Chelsea uh, had die gigantische blessurepech met Chilwell en James. Wat een beetje de ruggengraat van hun team is. Zeker voor hun hele spel. Uh, Lukaku was ongelooflijk slecht. Havertz was ook niet best. Werner was ook niet best. Yo, all in all. Ja, dat zat wat in. Vooral dat ik United hoger had. En United fans werden uiteindelijk. United werd zesde uiteindelijk. United fans zullen durven te verdedigen dat. Oh, you know, we hadden ons slechtste seizoen ooit. En we werden nog steeds zesde. En yada, yada, jada. United werd voor het seizoen tweede. Ze haalden Cristiano erbij. Ze haalden Varane erbij. Ze haalden Sancho erbij. Er was geen enkel excuus om zo slecht te zijn als ze dit seizoen waren. You know, je kan zeggen, oh, maar één plek onder Arsenal. En dat is. Dat klopt. Dat is statistisch gezien waar. Ze hadden ook elf punten minder dan Arsenal, maar. Ik had er gewoon meer van verwacht. Ehm. Um, Liverpool deed... Was nog steeds zo goed als dat ze vorig seizoen waren. Eigenlijk misschien nog wel beter. Maar ja, het ding is... City weer kampioen. Uh, Luis Diaz. Geweldige aankoop gebleken. Klopt er gewoon heel veel bij Liverpool dit seizoen. Ik heb er eigenlijk weinig op aan te merken. En op P1 had ik City. Die ik dus ook goed had. Uh, ik bedoel, achteraf gezien had ik dus Norwich. Southampton. Uh, Wolves. En... En... Uh, en yeah, Manchester City goed. <laughs> ja, mijn, mijn hele top 5 is, uh, is fucked. Maar goed... Ik, uh, ik accepteer hem voor wat het is. Ik ben benieuwd wat ik voor komend seizoen heb. Want het ding is, de Premier League is gewoon tight te voorspellen. Want zoals je dit zo merkt, die league is gewoon zo random. Daar alles kan daarin gebeuren. Maar ik, uh, ik vond het wel leuk om op terug te kijken. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan vonden. Ik bedoel, ik ga het wel merken aan hoe de video doet. Uh, en als jullie vaker non-FIFA shit willen zien, dan, uh, dan merk ik het wel. Dan zie ik jullie later. Joejoe.